ben Lommeke, ik werk als medewerker bij een entertainmentbureau in Eindhoven. Ik ben eigenlijk de contactpersoon tussen de klant en de artiest. Als een klant bijvoorbeeld opbelt dat hij een bedrijfsfeest organiseert, dan wil hij daar entertainment voor hebben. Mijn dagindeling die verschilt nogal. Het ligt er dus net aan hoeveel klanten er een aanvraag bij ons hebben lopen. Dus hoeveel klanten willen iets hebben. Er komt een aanvraag binnen en dan ga ik naar X zoeken. Die ga ik dan aanbieden aan de klant en dan mocht de klant daarvoor kiezen, dan gaan ze een optie plaatsen. Dan neem ik dus weer contact op met de artiest en kijk of de artiest beschikbaar is. Wat we ook hebben zijn de slangenmeisjes. Dat lijkt me ook heel geschikt voor een thema. Je moet wel inlevingsvermogen hebben, want als een klant contact opneemt die zegt nou ik zoek iets in de richting van, dan moet jij dus wel kunnen inschatten van nou wat bedoelen ze precies. Het moet goed zijn in talen ook, omdat je dus ook met artiesten in het buitenland te maken hebt. Oh, Lonneke. Ja. 17 november heb ik een feestje in een discotheek en het thema is rood. Ja? Weet jij daar iets van? 1 optreden of 2? 2. Ik denk het wel, wat is het budget? 500. Oké, okay, even kijken. Nou, het is hier heel gezellig, leuke collega's, allemaal erg jong ook en niet formeel of zo, helemaal niet echt een informele organisatie. En, ja, heel leuk. Samen met de collega maken wij de nieuwsbrief en die versturen wij dan om de 2 à 3 weken naar de klanten. Mark, wat was het feest morgenavond ook alweer? Leuk is contact met vele mensen, met artiesten, met de klanten. Als ik dan een boeking heb, dan mag ik daar ook aanwezig zijn. Dat is ook wel heel leuk, want dan zie je ook echt wat je nou gedaan hebt en hoe de klant het vindt. En verder ga ik zelf ook nog op stap en zo. Het is heel verantwoordelijk werk, want er kan natuurlijk van alles misgaan. Het kan soms moeilijk zijn als een klant opbelt die dan echt last minute nog iets entertainment wil hebben, een dag van tevoren. En dan willen ze natuurlijk ook een spectaculaire act. Ik wil hier wel blijven werken. Dan kan ik ook manager worden of echt accountmanager, office manager. Dus dat je echt de relatie met de klant onderhoudt.